Ajax komt in beweging. Linsson, 16 meter gebied in. Deler, hakje. Dat is heel aardig bedacht. Bobby uit te draaien. Oh, dat is mooi gevoetbal door Ajax. Via Bobby komt de thuisploeg op 1-0. Een Amsterdamse aanval met veel positiewisselingen. Met een hakje, met een wegdraaiende spits. Die het uiteindelijk heel koelbloedig afrond. Beweging bij Taylor, die die aanval zelf opzet. Vervolgens ook doorloopt. En Bobby tussen vier man in, weet het uiteindelijk. Op waarde te schatten, deze hakbal. En dan kan Almere City eruit. Met z'n drieën zijn ze. En er zijn maar twee van Ajax. Dit is geen buitenspel. Hansen met z'n tweeën nu op één man. Duivenstein links. Ritmeester van de Kamp is gezien. Ritmeester van de Kamp maakt het af. Maakt 1-0 voor Almere. In de omschakeling. Ineens waren ze weg. En in overtal. En zo staat Almere City voor tegen Ajax. Fantastische uitbraak. En dan zijn ze ineens weg. En Duivenstein heeft al gezien dat er links ruimte ligt. Veel ruimte ligt bij Ritmeester van de Kamp. En die doet dat heel bekwaam. De Wit. Leinders. Goeie bal. De Wit. En dan staat het weer gelijk. Jongen, jongen, jongen. Bereikt Lambrou. Het is een schitterende afronding van een hele fraaie individuele actie. Excelsior op 4-0 in 32 minuten. Artiest Marwan Azarkan. Dat werk is natuurlijk prachtig. Op de vierkante centimeter zet hij daar tot twee keer toe. Drie spelers buiten spel en houdt het overzicht. Dat is een aardig balletje. Sivkovic. En we doen wat terug. En hij, na een periode van 12 wedstrijden droogstand, scoort eindelijk weer eens zijn vierde van het seizoen. Uit het bereik van Peppi. Tjerni wil een vrije trap. Van Boekel fluit niet. En dus een kans en een goal. Daar is hij, Ankman. Koud in het veld bij FC Groningen zorgt hij voor 1-1. Van Boekel laat doorvoetballen. En Groningen scoort via de debutant met zijn tweede balcontact. Zorgt hij voor 1-1 Oliver Ankman naar dit paasje van Hove. Is die bal nog niet weg uit het 16 meter gebied, kan Twente nu wel gaan counteren met Tjerni. Misicjan is onderweg aan de andere kant. Oh, wat een bal van Tjerni. Nou, die moet Misicjan promoveren tot doelpunt en dat doet hij ook. En zo wordt het 2-0 voor FC Twente. Een werkelijk fabelachtige paas van Václav Tjerni. Hij is in topvorm. Een goal en een sublieme assist. Kozegon, Boussaïd. Dan moet gewoon de Fraulo in het midden nu. Zoontjes, en dit is een vrije kans en de score geopend door Ole Romani. Vijfde minuut, Utrecht voor. Heerlijk die bal op buitenkantje rechts gegeven. Heiting. Daar de kop. Xavier Mbuyamba. Wat een geweldige vrije trap van Heiting. Ook voor Mbuyamba zijn eerste. Goeie kopbal. Wat een bal van Heiting. Zo'n Feyenoord. Dat hier weggaat met Jiménez. Even kijken wat dat oplevert. Jiménez richting het 16 meter. Ach, schitterend hakje. En de goal voor Feyenoord. 4-0. Prachtige assist van Jiménez. Parzao maakt zijn tweede. En zo is het 4-0 voor de Rotterdammers. Op intuïtie gegeven deze paas richting Jiménez. En die heeft dan gezien dat Parzao onderweg is. En een schitterende assist in de loop bij de Braziliaan. Jiménez scoorde nog niet.
Hij was bij 2 van de 4 goals nadrukkelijk betrokken. Mosley. Jakub Halilovic. Terug naar Jakub. Schitterend gevoetbald. Wat een prachtige gelijkmaker is dit van Fortuna Sittard. Staat er net in. Jakub. Hij bezorgt Fortuna de gelijkmaker. De twee rasvoetballers die elkaar vinden. Dwars door het hart van de Volendamse verdediging. Halilovic en Jakub. In één keer doorgespeeld door Jakub. Halilovic oog in de rug. Perfecte moment. Perfecte snelheid. Wat een schitterend steekpaasje van Halilovic. En Fartsen kan koppen en die zit erin. Hij kopt hem over Stankovic heen. Is het 2-0 voor Go Ahead Eagles. Zo begint Eagles opnieuw sterk. Is Willemson daar helemaal vrij tussen de linies. En kopt Ed Fartsen hem over Stankovic heen. Voorbij aan Fitz Jim. Heel veel spelers van Excelsior voor de bal. Sanko, goed bediend. Sanko, en raak. Hij scoort dus bij zijn debuut. En beslist de wedstrijd. 5 minuten voor tijd is het 3-1 voor Heracles. Het doelpunt van Mohamed Sanko. Dat is heerlijk invallen. Bruin. Di Mata. Tanane. Metzel komt ook bij. Tanane. Voorlopig zelf. Di Mata. Prachtige aanval. Prachtig doelpunt. Wat heerlijk uitgespeeld door NEC. De ploeg speelt heel goed onder de druk uit. En dan klopt alles. De paas naar voren. Tanane met de rust. Zoekend, wachtend, waar is het gaatje? Ah, heerlijke bal. Heerlijke assist van Tanane. Slim afgemaakt door Di Mata. Buurmeester van Polen. 5 spelers van PEC in de 16. Velios probeert een omhaal. Daar is de omhaal. En daar is het doelpunt. Lennart Di. De omhaal. Velios, die die bal toch echt tegen zijn eigen hand aankrijgt. Daardoor remt die bal af, komt hij bij T. Dan is mijn enige verklaring dat de videoscheidsrechter alleen naar buitenspel heeft gekeken. En dat gemist heeft. Maar doelpunt gaat wel door. Oh, dit is wel een prachtige aanval van PSV. Met een hoofdrol voor Sergio Dest. En een doelpunt voor Malik Tillman. Met afstand de mooiste van de 4. Dubbele 1-2 met de Jong. En dan achter het standbeen langs. Een heerlijke assist van Sergio Dest. Clement. Ja, goede bal. Josefsson. De volgende kans is wel waar. De 2-0. Hij had al een paar gemist, maar deze is wel voor Florian Josefsson. De bal lag niet stil op het moment dat de vrije trap werd genomen. Oké. En dit is prachtig lopen van Josefsson tussen twee Volendammers door. En hij stift hem prima binnen. Zo, goede bal. Oudrikis. Ja, daar is die. Robert Oudrikis op de valreep van de eerste helft. Op de valreep voor het seizoen. En hij heeft dan toch zijn doelpunt te pakken. Oh, mooie steekpaas weer. Nou, nu dan van Amersfoort. Ja, nu wel. Schitterend gedaan. 1-0. Na een kwartiertje voetballen in het Abalenza Stadion. En twee magistrale steekpases gezien. Eentje van Sarawi, niet verzilverd. En deze van Olsen wel. Sublieme assist van de middenvelder van Heerenveen. Echt genieten hoe die bal hier wegsteekt voor Van Amersfoort.
goede bal. Saito. En de goal. En nu blijft de vlag beneden. En is de eerste treffer alsnog van de Japanner. Geen buitenspel, zeker niet. Dat was toen zijn eerste wedstrijd. En nu scoort hij tegen Volendam. Het staat 1-0. De goal van Saito. Zijn vijfde van dit seizoen. Schitterende paas. Schitterend afgemaakt. Lekker rustig gebleven. Lucas levert in. Vitesse neemt over. Kozlowski. Goed gespeeld. Manu, volgende kans voor Vitesse. Raak. Razendsnelle tegenstoot. De Millie en Manu. Als een voordrager snel valt, is hij er vaak bij betrokken. Heerlijk balletje dit van Kozlowski. Perfect in de loop. Goed leggen. En in schieten.